Maart 1963. In het Drentse Hollandse Veld worden verschillende boeren met vrouw en kinderen op straat gezet. Vanwege een schuld van maar een paar tientjes aan het landbouwschap. Sommige boeren weigeren de verplichte heffingen van het landbouwschap namelijk te betalen. Het conflict leidt tot de zogenoemde opstand der braven. De eerste boerderij die ontruimd wordt is van boer Nijmeijer. Een deurwaarder en zijn mensen zetten de inboedel aan de straat. De koeien worden buiten aan een hek vastgebonden. Dames en heren, u ziet het, we hebben de hele familie Nijmeijer hier bij ons verzameld. Al met al, daar staat u nou met uw gezin op straat. Ja, met op het ijs. Op het ijs. Ja, op straat nog niet. Het huisraad dat staat er een beetje triest tegen de kant. Ja. En wat gaat er met het vee gebeuren? Hoeveel vee hebt u? Ik heb door elkaar 11 stuks en een paar kleine kalven. Eén is die in zaterdag geboren, zaterdagavond. Ja. En een 20 kippen. Ja. Ik weet niet wat ze daarmee willen. Nijmeijer hoort bij de zogenoemde vrije boeren. Ze zijn tegen elke inmenging door het landbouwschap. Terwijl de organisatie juist door de regering in het leven was geroepen om op te komen voor het belang van de boeren. En om de ontwikkeling van de landbouw te stimuleren. Het landbouwschap stelt ieder jaar een inventarisatieverordening vast. En de grondgebruikers zijn verplicht om inventarisatiebiljetten in te vullen. Men zou dat kunnen vergelijken met aangiftebiljet voor de belastingen. Want het landbouwschap, dat bepleit voortdurend de belangen van de landbouw bij de regering. Maar de vrije boeren willen niet dat een overheidsinstelling hen voorschrijft hoe ze hun boerenbedrijf bestieren. De boeren, onder leiding van de charismatische Hendrik Koekoek, beter bekend als Boer Koekoek, komen in verzet tegen het landbouwschap. De Rijksweg Zwolle-Apeldoorn bij het dorp Vaassen was op de tweede dag van hun actie het doelwit van de zogenaamde vrije Veluwse boeren. Evenals daags tevoren bij Nunspeet deden ze een poging om het verkeer te ontwrichten, als een protest tegen de heffingen van het landbouwschap. Evenals de vorige dag kwam het tot heftige discussies tussen de boeren en de politie, die met karabijnen gewapend de weg schoonveegden. Het conflict groeit uit tot een principekwestie voor boeren en landbouwschap. Begin 1963 escaleert de situatie. Het landbouwschap geeft opdracht om 3 boerderijen die zijn onteigend vanwege niet betaalde heffingen te ontruimen. Dit leidt tot woedende reacties en voor die tijd ongekende taferelen. Boze boeren die in opstand komen tegen het gezag. In eerste instantie neemt de politie de gebeurtenissen niet zo serieus. Ik dacht dat de strijd uitgestreden was. Alleen blijven we dus zitten met een residu van wat ik pleeg te noemen nozems. We kennen ze eigenlijk hier niet, maar dus iets wat daarvoor in de plaats is. Kinderen van 12, 13 jaar, meisjes en jongens die met sneeuwballen gooien. Het is moeilijk om daar tegen op te treden. Wat zou je doen? Je kan niet met een gummistok slaan eigenlijk. Je kan niet met een kleewang slaan. Je kan zelfs maar één stap in hun richting doen, dan lopen ze hard weg. Maar uiteindelijk moet de politie met traangas, knuppels en karabijnen ingrijpen. Honderden politiemensen van de zogenoemde karabijnbrigade, de latere mobiele eenheid, worden ingezet. De vrije boeren zetten alles op alles om de ontruimingen te voorkomen. Boer Koekoek verdedigt de opstand van de boeren. Maar gelooft u dat dit de juiste methode is om deze mensen dus op te offeren en op die manier van hun haven en goed te laten verdwijnen? Nou, meneer, ik zou niet graag het woord juiste methode willen gebruiken, maar het is de enige methode. Wij hebben geen andere methode, omdat er in Nederland geen recht meer is. De ontruimingen gaan gewoon door. De boerengezinnen vinden onderdak bij familie en vrienden. Een van de boerderijen gaat de nacht na de ontruiming in vlammen op. De brand is aangestoken, de schuldigen worden nooit gevonden. Van de 3 boerderijen die ontruimd worden, geeft alleen de laatste boer toe. Hij betaalt de heffingen van het landbouwschap alsnog. Door de boerenopstand en de als harteloos ervaren actie van het landbouwschap groeit de populariteit van de net opgerichte boerenpartij van Boer Koekoek. Koekoek, koekoek, het hek is nu van de dam. Koekoek, koekoek, misschien word je wel premier. Ja, want nu jij hebt gewonnen. Maar behalve een hit levert het Boer Koekoek ook politiek succes op. In mei 1963, 2 maanden na de slag bij Hollandse Veld, haalt de Boerenpartij vanuit het niets 3 zetels in de Tweede Kamer. In die tijd een ongekende aardverschuiving in de politiek.
Na alle negatieve publiciteit en het succes van de boerenpartij durft het landbouwschap het niet aan om nog meer boerderijen te ontruimen.